Ja, dat is natuurlijk een ontzettend drama dat nu met name starters de dupe worden van het feit dat je geen woning meer kan krijgen. Wat doen ze dan? Dan zeggen ze, nou, als je jonger bent dan 35 en je koopt iets onder de 4 ton, dan hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen. Overdrachtsbelasting die nu naar boven de 10% is gestegen, waardoor de hele markt ook weer een tik heeft gekregen. Het is heel simpel op te lossen. Je moet mensen de ruimte geven om te bouwen en laat mensen dan ook, en voornamelijk corporaties, hè, die moeten sociale woningen bouwen, laat ze gewoon kleine, sobere woningen bouwen. Dus en sta bijvoorbeeld het splitsen van grote woningen toe. Als je een woning hebt van 400 vierkante meter en je splitst hem in 8 woningen van 50 vierkante meter, wat is het probleem? Je hebt geen extra ruimte nodig en je hebt meteen 7 extra woningen. Maar op de een of andere manier is Hugo denk ik meer bezig met een aanval op het kapitaal dan met het oplossen van het woningtekort. En ja, en wie zijn er te dupen? De jongeren, onze aanstormende starters die nergens naartoe kunnen. Samen streven we naar vrijheid, betrokkenheid en gezond verstand. Volg BVNL en word lid in het belang van Nederland.